Goedemorgen mensen. Goedemorgen mensen. I will say it again. Goedemorgen familie. Het is weer geweldig om in het huis van God te zijn. Even laten we allemaal in gebed gaan om onze God te prijzen en hem uit te nodigen vandaag. Vader in de hemel, we zijn heel dankbaar dat we hier een nieuwe kans hebben om te leven. Dank je wel voor de mensen die vandaag binnen zijn gekomen. De mensen die al familie zijn en de mensen die nog familie gaan worden. Dank je wel, Vader, voor iedereen, Vader. Dank je wel, Vader, voor het feit dat we een avondmaal vandaag gehoord hebben over wat het betekent. De kruisiging van Jezus Christus voor onze zielen. Help ons vandaag, Heer, om harten te hebben die zacht zijn. Harten die snel en heel simpel kunnen begrijpen dat de offer van uw Zoon Jezus Christus niet voor niks is geweest, maar het is voor ons allemaal. En Vader, ik dank u wel voor de offer die we kunnen geven financieel. En ik vraag u alsjeblieft om iets te verdubbelen. En Vader, nu is het de tijd voor de preek, Vader. En ik wil u vragen alsjeblieft hier. Zet me terzijde, God. Laat uw woorden doorklinken in mijn mond, Vader. Laat me niet zijn degene die praat vandaag. Laat niemand mij zien. Maar laat iedereen uw Zoon zien, Vader. En Vader, ik bid alstublieft voor de vergevenis van zonde van Amsterdam. De vergevenis van zonde van heel Nederland. Dat iedereen, Vader, de genade van uw Zoon Jezus Christus kan ontvangen, Heer. En dat we allemaal gered kunnen worden. En dat wanneer u terugkomt, dat we allemaal klaar zijn voor u, Heer. We houden van u, God. En het is in Jezus' naam bidden we. Amen. Ga je Bijbels alstublieft naar het boek van Lucas hoofdstuk 10. Nogmaals, ik wil iedereen welkom heten bij de Amsterdam Internationale Christelijke Kerk. En we geloven één ding in onze kerk, hier, dat wanneer we bij elkaar komen, geven we heel onze. Dus niet, we willen eigenlijk wat Gené vandaag verdeeld heeft, is dat we onze harten, wanneer het in de hemel komt, dat we kunnen zien van wauw. Ik heb mijn hart gebruikt. En niet alleen maar hier gehouden op aarde in een doosje, mijn family. En ik wil nogmaals deze kans gebruiken om Johanna, de zus van Juklin, welkom te heten in Amsterdam. Yeah. Voor degenen die er nu waren vorige week, Johanna is verhuisd naar Amsterdam om Juklin in deze moeilijke periode bij te staan. En ik denk dat dat is het beste cadeautje dat eigenlijk een zus kan geven aan een zus. Om in moeilijke tijden naast je zus te staan. Dus we houden van Johanna en ik wil iedereen vragen alsjeblieft om Johanna te omhelzen. Neem haar mee door heel Amsterdam, zodat ze kan zien wat het betekent om in Amsterdam te wonen. En misschien, je weet wat er gaat gebeuren. Gewoon in de Bijbel duiken, de Bijbel studeren en God goede dingen gaat doen. Amen, family. Dus I love you guys, come on. Laten we kijken in Lucas hoofdstuk 10. We hadden ook een geweldige campus Divo afgelopen vrijdag. Man, Campus Friday, we always... Nee, ik was altijd lid, man. Ik was zo onder de indruk van Sarah. Heb je Sarah gezien? Man, Sarah zien dansen. Ik wist helemaal niet dat een menselijk lichaam zo kan bewegen. Ik dacht van, wat waren al die botten en de spieren? Hoe gaan ze met elkaar? Wow, hoe is de combinatie van botten en spieren zo? Van, wauw, wat een geweldige beweging was dat. En je zag Jamila ons leren hoe ze met je zo, wat was ook weer? Het was zo en van hé. En dan was het en dan is het en van oh. Op een gegeven moment was het een beetje salsa aan het worden, zeg maar. Het was echt heel mooi. I want to lift up Jamila, guys, a great dance teacher. En ik was zo onder de indruk van het feit dat Daniel vorige week hier was. En Daniel heeft gepreekt, man. Daniel is onze broer. We hebben allerlei kerken overal. We hebben 100 kerken in de wereld. En Daniel was in onze kerk in Boston. En hij kwam voor een paar dagen in Amsterdam. En het voelt alsof je gewoon dezelfde persoon hebt in een ander land die bij jou op bezoek komt. En van, hè? Bro, you believe what I believe. You say what I say. You have the same jokes I have. You're like, wow, hoe kan dat gewoon? Het is heel mooi om je broer te zien van Boston. Maar ik ben een beetje biased. Ik ben een beetje veroordeeld. En ik vond een van de mooiste dingen die ik vorige week vrijdag hoorde, was wat mijn vrouw zei tijdens de Campus Diva.
Mijn vrouw is in mijn ogen de meest geweldige vrouw in de wereld. En ik heb alleen maar twee ogen. Dus niet twee alleen, maar twee ogen voor één persoon. En ik heb ook twee oren voor één persoon. Maar alles wat ze zei van, wow, come on babe, come on, preach the word, Dushi, come on. Het kwam uit alsof ik echt van God hoorde, letterlijk. Maar één ding wat ze zei afgelopen vrijdag. We hebben afgelopen vrijdag gesproken over talenten. En ze zei dat loyaliteit een talent is. Dat je eigenlijk om loyaal te zijn, is eigenlijk op bewijs van een talent die God ons gegeven heeft, die we toe kunnen passen in onze samenleving tegenwoordig. En toen dacht ik van, wauw, wat voor les heeft de kerk nodig vandaag? Wat moeten mensen horen om geïnspireerd te worden? En toen dacht ik van, nou, ik dacht op het moment dat ik Wiener voor de eerste keer ontmoette. Ik zag haar de eerste keer en ik zei, volgens mij ben ik verliefd. Even een oomtje, kijk, even wakker worden. Ben je verliefd? Ik ben echt verliefd. Maar het mooiste was de eerste keer toen ik Jezus Christus begreep. De eerste keer toen ik begreep wat God voor mij gedaan heeft. En dat was het moment dat ik meer liefde ooit in mijn leven heb gevoeld voor één persoon. En dat was Jezus Christus in mijn family. En vandaag, mijn preek heeft een titel, heel simpel titel, verliefd. Mijn vraag aan jou is, ben je verliefd op Jezus? Ben je verliefd op Jezus? Is er iemand anders in je leven waarop je meer verliefd bent dan Jezus? En als het vandaag niet Jezus is vandaag, wil ik je inspireren om het om te draaien dat Jezus de nummer 1 in jouw leven wordt in mijn family. Iemand zei, als je echt verliefd bent op iemand, kan je nooit meer verliefd worden op iemand anders. En dat is precies hetzelfde met Jezus. Zodra we verliefd zijn op Jezus, kunnen we nooit, nooit, nooit een andere God gaan dienen. Behalve Jezus Christus in mijn family. Iemand anders zei, love doesn't need to be perfect. It just needs to be true. It does not need to be perfect. Dus vandaag zie je heel veel imperfecte mensen zoals ik. Maar wat God aan het zoeken is geen perfecte mens, is op zoek naar iemand die de ware aanbidder van hem moet zijn in mijn family. Laten we lezen in Lucas hoofdstuk 10, wat de Bijbel zegt over verliefd worden. In vers 25, iemand vroeg aan Jezus. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen en hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Goeie vraag. Jezus antwoordde in vers 27. De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dit is eigenlijk het doel van elk mens op aarde. Om God lief te hebben en onze medemensen lief te hebben. En wij geloven in de kerk dat eigenlijk dit onze purpose is, wat eigenlijk alle andere dingen in onze leven voedt. En zonder dit te begrijpen, zonder dit te volgen, kunnen we wat in Lucas 19 vers 10 staat niet doen. Lucas 19 vers 10 zegt dat Jezus Christus gekomen is om te zoeken en te redden wat? Even nog een keer. Om te zoeken en te redden wat? Verloren is. En dus zonder liefde kun je niet zoeken naar iets wat verloren is. En wij zijn zo verloren geweest dat Jezus Christus gekomen is om ons te zoeken in mijn family. We zijn een Bijbelse kerk. En wat de Bijbel zegt, is wat wij doen. En wanneer de Bijbel zwijgt, we kunnen iets proberen om te doen zolang het in lijn is met de Bijbel in mijn family. We geloven ook in discipelschap, want we weten dat alleen maar één schip is die naar de hemel gaat. En dat is wat? Discipleship. We geloven dat er geen andere manier is om spiritueel te zijn dan door de scriptures in mijn family. Wij geloven ook dat er centraal leiderschap moet zijn. Want als er een schip is naar de hemel gaat, is er één leider. Niet twee kapiteinen op één schip in mijn family. En daarin geloven we dat alle mensen in de wereld gered moeten worden. En het is de taak van de kerk om echte discipelen te maken van alle mensen in de wereld. Totdat Jezus Christus terugkomt. Amen. En mijn vraag aan jou is,
Have you stopped falling in love with Jesus? Want als we stoppen met liefde vallen met Jezus Christus, then we start falling away from God. When you stop falling in love, you start falling away. When you stop falling in love, you start falling away. When you stop falling in love, you start falling away. En dus ik vroeg me af, hoe laat ik zien aan de kerk vandaag wat het betekent om verliefd te zijn? Kostis vroeg mij om een paar grapjes aan jullie te vertellen vandaag. Ga naar Psalm 119. Vorige week was Vaderdag, toch of niet, guys? En toen kwam iemand naar mij toe van, bro, ik heb iets voor jou, bro. En diegene zei, bro, ik heb bijna 2 jaar naar je grapjes geluisterd. En ze waren gewoon echt nog niet zo goed. En hij zei, ik heb een cadeautje voor je. Hij kocht een boek van grapjes voor mij. En dat was Kostis Thanos, guys. En dus vanaf nu, totdat ik naar Berlijn ga, als jullie af en toe denken van, oh bro, die grapjes zijn echt niet zo leuk. It is not me speaking, it is Kostis speaking in mijn family. En Kostis zei tegen mij, wil je deze grap aan de kerk vertellen? What did the police officer say to the belly button? You are under a vest. Dat was Kostis Thanos, guys, de Griek daar. Natasha zag het al aankomen. Maar hij zei van als de eerste niet slaagt, probeer deze tweede. What did the angry Peter tell his friend Mark for stealing his dictionary? Mark my words. Het lijkt een beetje alsof jullie een moeilijke groep zijn. Dankjewel, guys. Nou, dankjewel voor je liefde. We gaan niet meer grapjes vertellen, laten we lezen wat de Bijbel zegt. Amen, guys. Psalm 9, laten we kijken wat de Bijbel daarin zegt, guys. Vers 9, wat betekent het om verliefd te zijn, guys? Ik lees hier wat ik zie, iemand die zo verliefd is en zijn woorden inspireerden mij. Ik hoop dat het jou vandaag inspireert. Vers 9, hoe kan wie jong is, zuiver leven? Door zich te houden en uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. En laat mij niet afdwalen van uw geboden. Dit zijn de woorden van iemand die verliefd is. Dat hij zo verliefd is, dat hij met heel zijn hart de woorden van God zoekt. Vers 15. Uw regels wil ik overdenken. Het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wetten. Uw woord zal ik niet vergeten. Ik denk aan de eerste keer dat ik getrouwd was. Ik weet nog steeds de beloftes van Vienna aan mij. Als je echt getrouwd bent en je verliefd bent op iemand, de woorden die ze zeggen tegen jou zijn altijd in je hoofd en het doorklinken. En dat is hetzelfde als met God. En David zegt, God, ik verheug mij in uw wetten. Uw woord zal ik niet vergeten. Mijn vraag is, ben je zo verliefd op God? Vers 18, de Bijbel zegt, neem de sluier van mijn ogen. Dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. Ik ben een vreemdeling op aarde. Verberg uw geboden niet van mij. Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar uw voorschriften dag en nacht. Dit zijn de woorden van iemand die verliefd is. Dat die zegt, ik wil jou beter zien, God. Neem de sluier weg. Misschien vandaag ben je binnengekomen met een sluier op de ogen van je hart. Vandaag, de Bijbel zegt, er zijn zoveel wonderlijk mooie dingen in de Bijbel, dat als je de sluier weg doet, dan pas kun je zien dat je een vreemdeling bent op aarde en je het woord van God nodig hebt om ergens anders te zijn. In de hemel, in mijn family. In vers 30, de Bijbel zegt, ik heb de betrouwbare weg gekozen. Met uw schriften, met uw voorschriften voor ogen. Vers 40 zegt, hoe verlang ik naar uw regels, duw mijn leven in uw gerechtigheid. Misschien denk ik, Tommy, wat is het punt van al deze versen? Mijn eerste punt voor jullie is, om verliefd worden op God, moet je verliefd worden op Gods woord. Verliefd op Gods woord is mijn eerste punt. Verliefd op Gods woord. Wanneer iemand niet
meer verliefd is, dan valt hij weg van Gods woord. En de eerste plek om de liefde te restaureren, is het woord van God. Vers 45. Laat mij voortgaan op een ruime weg. Want steeds zoek ik uw regels. Dan kan ik zelfs voor koningen getuigen van uw richtlijnen zonder schaamte. De Bijbel zegt, het delen van je geloof is een kwestie van liefde. Dat wanneer we verliefd zijn op God, kunnen we ons geloof delen in mijn disciples. Ik verheug mij in uw geboden, vers 47, ik heb ze lief. Ik reik hals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. Weet je wie dit schreef allemaal? David. En David was iemand die genoemd was de man achter Gods hart. En dus wanneer God eigenlijk deze woorden zou horen, zou God kijken van wow. Kijk hoe David over mij praat. En God zou zeggen, bro, hoe je over mij voelt, zo voel ik over jou. En dus daarom zei God van, wow, a man after my own heart. Vers 53. Ik ben ontzet voor de overzonders die uw wet verlaten. Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waar ik als vreemdeling woon. Ik heb Jezus nodig. Oh, ik heb Jezus nodig. Dus wanneer we liedjes maken voor God, het is omdat de wetten van God liedjes in ons brengen, mijn family. Uw wet zijn voor mij als liederen in het huis waar ik als vreemdeling woon. Zelfs in de nacht, denk aan uw naam, Heer, en hou ik mij aan uw wet. Was het niet mooi om Oluwaseun afgelopen vrijdag te zien performen, guys? Man. Echt een, ik weet niet, het was eigenlijk een performance. Het was geen optreden, het was geen zang, het was alles in één. Maar waar komt dat vandaan? Het komt door de wetten die in zijn hart verborgen zijn. En dus het woord van God in onze harten doet iets. En dus iemand zei, unless you look like what you read, you're not really reading. Unless you look like what you're reading, you've not read. Because you gotta look like what you're reading, my family. Vandaag wil ik ons uitdagen om verliefd te worden op Gods woord. Nou, er zijn heel veel mensen die zeggen, oké, ik ben christen. Maar wanneer de mensen's leven vergeleken wordt met het woord van God, dan pas zie je of iemand een christen is, my family. Vandaag wil ik uitdagen, leg je leven naast het woord. In vers 9 en 5, de Bijbel zegt, ik heb nagedacht over de weg die ik ga. En volg weer het spoor van die richtlijnen. Ik haast mij en harzel niet. Mij te houden en uw geboden. Vers 71 zegt, het was goed voor mij dat ik vernederd werd. Zo leerde ik uw wetten kennen. De Bijbel zegt dat vernedering is goed. Waarom? Dus als iemand vernederd wordt in de kerk, is dat eigenlijk heel goed. Want het duwt de persoon terug naar de wetten van God. Om te leren van de wetten van God in mijn family. Dus alles wat in de kerk gebeurt, is voor de kerk. Amen. Efeziërs 1. Als iemand wegvalt, is voor de kerk. Als iemand toekomt, is voor de kerk. Alles in de wereld is zodat de kerk terug kan gaan naar het woord van God. En hun geloof uit het woord halen. En niet van mensen in mijn family. Oké, als iemand klapt, dan moet je klappen. Ja, geen halve klappen, oké, guys? Oké. Wat zegt de Bijbel nog meer? Kijk in vers 92. Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. Ellende komt niet door situaties. Ellende komt van het niet verheugen in de wet van God. Vers 96. En alles, misschien denk je van, bro, ga je de hele Psalm 119 lezen? Ja. Want vandaag wil ik ons inspireren over liefde. En ik kijk in een paar ogen vandaag. Ben je verliefd of niet? Want als je verliefd bent op Gods woord die aangesproken wordt, dan ga je denken, wow, is dat het woord van God die zoveel waarheid in zich heeft? In vers 96. Vers 96, de Bijbel zegt, aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde.
Maar uw gebod is grenzeloos ruim. I love the church. Ik hou zoveel van iedereen in deze zaal vandaag. Maar weet je wat zo mooier is dan de kerk van God? Het woord van God. Voordat de kerk ooit was, was het woord van God er al. Dus het woord is wat de kerk in stand houdt. Dus zonder het woord van God zullen we iedereen hier zal weggaan. Menselijk komen en gaan. Maar het enige wat blijft voor altijd is het woord van God in mijn family. Misschien denken van, oh, waarom ben ik zo aan het praten? Ik wil je inspireren om de liefde terug te brengen naar het woord van God. In ups, woord van God. In doubt, woord van God. In het midden, woord van God. In alle situaties, woord van God. Vers 97. David zegt, hoe lief heb ik uw wet. Heel de dag is hij in mijn gedachten. Heel de dag. De hele dag zegt David, uw wet is in mijn gedachten. Weet je waarom? De hele dag heb je heel veel dingen die in je gedachten willen komen. En dus je hebt iets nodig om alles buiten te houden. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Ik ben er eeuwig mee verbonden. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters. Want ik overdenk uw richtlijnen. Ik heb meer inzicht dan ouderen. Want uw regels volg ik op. Iemand zei ooit een keertje, knowledge is not power. Knowing a concept is only potential value. The execution of knowledge is where your power lies. Dus we kunnen vandaag allemaal dit hebben gelezen. Het is pas krachtig als je het doet. Vers 111. Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit. Ze zijn vreugde van mijn hart. Zelfs als je bankrekening leeg is, omdat de richtlijnen van God altijd daar zullen zijn, zijn dat jouw eeuwig bezit en ben je altijd vol vreugde in mijn family. Met hart en ziel ben ik bereid uw wet uit te voeren, eeuwig tot het einde toe. David heeft de mentaliteit van, if you're not coming with me, don't worry, I'm going to go to the very end myself. Vers 113. Wankelmoedige haat ik, maar uw wet heb ik lief. Het woord wankelmoedig betekent besluitloos. Dat je geen beslissing gaat maken om toegewijd te zijn. Vers 120. Ik huiver van angst voor u. Uw vonnissen wekken mijn vrees. Vers 127. Maar ik heb uw geboden lief. Meer dan goud, dan zilver goud. Ik richt mij naar al uw regels. En ik haat elk bedrieglijk pad. Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder. En daarom volg ik ze met heel mijn hart. Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudig. Als uw woorden opengaan. Vandaag, als deze woorden opengaan. Het brengt inzicht in onze levens. Vers 136 zegt. Beken van tranen vloeien uit mijn ogen. Want uw wet wordt niet onderhouden. Tranen horen niet uit onze ogen te vloeien. Uit wereldsberaal. Maar tranen moet uit onze ogen vloeien als de wet van God gebroken wordt. In de Bijbel, in Deuteronomium, was een hoge priester die twee zonen had. En toen de twee zonen een valse offer had gebracht naar God, gingen die twee zonen dood. En de vader was heel verdrietig. Maar die reden waarom die eigenlijk verdrietig moest zijn, was omdat de wet gebroken was. En ik wil de kerk inspireren vandaag. Dat wat belangrijker is in het leven, is dat wanneer Gods woord niet nagevolgd wordt, moet dat iedereen in de wereld pijn doen. En dan moet het ons inspireren om terug te gaan
naar onze liefde voor het woord van God in mijn family. Vers 140, uw woord is volkomen zuiver, uw dienaar heeft het liefd. Vers 159, zie hoe ik uw regels lief heb, Heer. Laat mij leven, want u bent trouw. En dan tenslotte, vers 165. Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen. Zij vinden geen hindernis op hun weg. 167. Ik hou mij aan uw richtlijnen. Mijn ziel heeft ze innig lief. Mijn punt vandaag. Verliefd op Gods woord. Verliefd op Gods woord. Dit punt is zo belangrijk. Om een christen te zijn in de wereld van waar duizenden kerken opkomen. De enige manier om te weten of je ooit wandelt in de richtlijnen van God is om verliefd te worden op het woord van God. Als er geen liefde is voor het woord van God, dan zal je sowieso op den duur wegvallen van God. Maar dus ik wil terugdraaien om ons vandaag een overtuiging te laten hebben. Het belangrijkste in het leven zijn wat God gebruikt heeft om de wereld te maken. God gebruikte zijn woord. En hij zei, laat er licht zijn. Zijn woord is wat hij gebruikt. En dus wij hebben nu de grootste wapen in de wereld. Het woord van God in onze handen. En er is niks belangrijker dan wat wij hebben. En dus onze liefde, onze aandacht, al onze focus moet zijn om dit woord in onze harten te bewaren. Zodat wij overtuiging kunnen hebben wanneer de stormen komen, wanneer de zon komt, in alle situaties. Want er zijn genoeg kerken die kerk spelen. Maar we willen niet kerk spelen. We willen het koninkrijk van God zijn in mijn family. Gods woord geeft ons principes. Richtlijnen. Geboden. Die onze levens kunnen behouden. En ik denk aan een bamboeboom. En die staat daar, je ziet een bamboe en die is gewoon van, wauw, dit ding is zo sterk en de wind komt en de storm komt en hij waait mee en hij blijft staan en alle bomen worden helemaal weggewaaid en vallen om op de straat op je auto. Maar een bamboe blijft altijd staan. Hoe kan dat? Als je ooit teruggaat naar het proces van hoe een bamboe helemaal stevig kan worden. Het begint met een klein zaadje in de grond. En elke dag komt degene die dat zaadje heeft geplant met water. Dag 1, water. Dag 2, kom ik terug. Niks. Dag 2, water. Kom ik terug. Derde dag, niks. Vierde dag, niks. Vijfde dag, niks. 300ste dag, niks. 1000ste dag, niks. 2 jaar voorbij, niks. Elke dag, de kerel komt daar trouw, wateren, niks. Hij gaat zelfs op de knieën, even kijken, komt er iets uit of niet? Niks. Derde jaar, niks. Vierde jaar. Niks. Jij zou zelf opgeven. Want van deze boom, ja, kom op, laat maar. Ik ga gewoon even een ander soort boom toe. En pas in het vijfde jaar. Na 5 jaar. Elke dag water geven. En een bamboezaadje. Komt er op 1 dag na 5 jaar. En hij gaat groeien. En hij wordt zo hoog
En iedereen vergeet hoeveel jaren geïnvesteerd zijn om dat te krijgen. Maar wat was de boom aan het doen voor 5 jaren? 5 jaren was die onder de grond eerst naar beneden aan het groeien. 5 jaren. Dus aan de buitenkant zag je niks. Maar aan de binnenkant was hij 5 jaren bezig om dieper en dieper en dieper en dieper en dieper en dieper en dieper te gaan. Zodat wanneer hij uiteindelijk helemaal boven de grond komt, dat hij nooit wegvalt. En dat is precies hoe wij moeten zijn in onze relatie met God. Elke dag wateren. Elke dag wateren. Elke dag wateren. Jaar 2, jaar 3, jaar 4, jaar 5, jaar 20 van een paar van mensen hier. Jaar 30 van een paar mensen hier. Jaar 40 van een paar mensen hier. We hebben nog geen jaar 40 nog steeds niet, maar het komt wel goed, komt wel goed. René, Menno, kom op, guys. 40 jaar, we gaan daarvoor. Maar we moeten echt zulke mensen zijn die stevige, diepe wortels krijgen. Ik ben zo blij voor Menno en Euclid in de kerk vandaag, guys. Als ik denk aan de struggles die Menno en Euclid hebben meegemaakt. Als ik denk aan het feit dat ze hun huis hebben verkocht. Om eerst, we gaan alles opgeven, we gaan verhuizen. We gaan naar Engeland toe, we gaan leren om betere discipelen te zijn, om hier een kerk te hebben. En na zoveel jaren, door de stormen heen, zijn ze nog steeds hier vandaag. Weet je hoe dat kan? Omdat al die uitdagingen zo mooi zijn? Nee, omdat er diepe overtuigingen zijn gebouwd wanneer niemand het kon zien. Weet je wat ik geloof? Ik geloof dat iemand die echt zegt dat ze God willen volgen, is gefocust aan het werk wat niemand ziet. In die 2 uur in de ochtend, waar je alleen maar met God bent, om hard te werken in je eigen persoonlijke overtuiging. In de middagen, wanneer je wel wegsnikt van alle mensen, om snel even een half uurtje in je Bijbel te gaan om te gaan bidden. In de avonden, voordat je naar bed gaat, van oké, even, de kinderen zijn in bed, iedereen is in bed, oké, even snel, even mijn eigen overtuiging, even diep maken. Want weet je waarom? The kingdom of God is no show. It's no game. En dat hebben een paar van jullie al vorige week gezien. Jullie hebben een brief gelezen van mij. En de brief heeft een paar mensen een grote schrik gegeven. Weet je waarom? This is the kingdom of God in my family. I love my family. I love you guys. Ik wil ons uitdagen. Iemand zei, I don't have a drinking problem. I have a thirst problem. Dingen die we aan de buitenkant zien, who cares about that? Wat er aan de binnenkant eigenlijk de dorst en de honger die we aan de binnenkant hebben, is onze focus. En iedereen in de wereld, als je vandaag hier bent voor de eerste keer, mijn vraag aan jou is, what are you using to still your thirst? Als het niet het woord van God is, you will always be thirsty. Als het niet het woord van God is, zal je altijd honger hebben van andere vrouwen. Altijd honger hebben van andere pornografie moment. Altijd lust hebben van andere meer salaris. Meer, meer, meer. Maar wanneer het alleen maar Gods woord is, oh man, you'll be content forever and ever. Amen, family. Punt nummer 2. Ga naar Romeinen hoofdstuk 10. Ik was van de week Ik had een moeilijke discipling time, zal ik het zo noemen. En ik, weet je, je hebt de daytijd en je hebt over alles besproken, behalve je hart. Wie heeft dat dan wel eens meegemaakt? Je komt weer daar met je mentor. Hey, hoe gaat het? Supergoed, je gaat goed, dat gaat goed, dat gaat goed. Ja, we hebben dit vraagje, dat gaat hier. En het einde van alles. En aan het einde, wanneer iedereen, oké. Zo bro, laten we nu gaan bidden, want het is tijd om nu naar bed te gaan of iets anders gaan doen. En dan zeg je, oh ja, en trouwens, ik moet nog even iets vertellen.
En dan komt dat de virusje uit. Oh. En ik had deze week een moment in mijn discipling time. Dat ik al wat ik voelde even op tafel legde bij Michael. En Michael zei tegen mij. En dit is altijd mijn zonde. Dit is altijd mijn zwakheid. Hij zei, tell me why. You don't have to be the best. But just give your best. En ik ben eigenlijk heel trots. Thanks for the love, guys. I appreciate the love. Thanks so much. En ik hoorde dat en denk van, how does that work? Want heel mijn leven wil ik altijd de beste zijn. Toen ik naar de middelbare school ging, I wanted to be the best. Toen ik op universiteit was, I wanted to be the best engineering student. Het is gelukt. Toen ik mijn baan kreeg op mijn nieuwe werk, you guys have this kind of job. I want to be the only new young starter to work abroad with my own project, my own client. Het werkte. Ik heb altijd, I want to get the best woman in the world. I want to have the best children in the world. I don't have the best church in the world. I don't have the best location in Amsterdam. I don't have the best sermon in the world. I'm still working on it. Maar dat was mijn hart gewoon. Dat is mijn natuur, mijn zondige natuur. En er zit heel veel trots in. En ik ga zo meteen vertellen wat dat is eigenlijk. Maar toen ik dat hoorde, you don't have to be the best, just give your best. Okay, how do I process this? Hoe werkt dit gewoon? Als ik gedisciplined word, I need to process it like, what are you saying? Want ik hecht heel veel waarde aan woorden. Als iemand iets zegt, kan ik mij boos maken? Of ik hecht waarde aan woorden. Waar woorden zijn heel belangrijk. Daarom hou ik woord van, wat is mijn God. Yeah. En toen ben ik, volgende dag. Toen ben ik ziek de volgende dag. Oh, man. Okay. Volgende dag ging ik dan bidden. Ik heb mijn bergwijk naartoe gegaan, Amsterdamse bos. Naast de bosbaan, al die roeien staan en roeien. Yeah. En ik ben, oh God. En ik was even mijn rondje gaan lopen en aan bidden. En was ik aan. Ik hou van muziek. Ik wil eerst muziek luisteren, God aanbidden. De eerste uur is bijna een kwartier alleen maar zingen en zingen en zingen. En de laatste drie kwartier kan ik echt praten. En ben ik echt gaan zingen. And there was one song that hit my heart. En liedje zei, you don't need me to bring you a trophy before you can love me. Kid you not. En toen was ik gewoon huilen van God. Man, I just want to be the best for you. I want to give you my best. I want the church to be the best for you. I want the world to be saved, God. Right? But why do I struggle so much with wanting to be the best? Maar het raakte mijn hart, denk ik van, teruggekomen naar dat punt weer van, but I know he loves me. En daar gaat het om. And because he loves me, I now love him back in return. Maar ik hoef niet een bepaalde dingen te doen, een bepaalde manier over te komen, voordat ik geaccepteerd hoef te worden. Dat is wat ik meemaak in mijn leven.
And where there's one, there's probably two. Yeah. Dus als je vandaag dit ook meemaakt, en je denkt van, I always want to put up a, I want to be my best, I want to be the best. That's a good heart, but it can mislead. Wat we nodig hebben is mensen die zeggen van, I know you already love me. And because you love me, I'm already in love with you. And I will give you everything. Nou, vergeet mijn verhaal nu. Dat is niet belangrijk. Focus nu op jou en Jezus. Zou je zeggen dat je verliefd bent op Jezus? Vanwege Jezus' liefde voor jou. Dat is het punt eigenlijk. Dat we verliefd worden op Hem vanwege zijn liefde voor ons. En de eerste is verliefd op zijn woord, toch? Ten tweede, toch? Of niet, guys? Oké, even kijken of we nou wakker zijn. Ten tweede is, we moeten verliefd zijn op zijn gerechtigheid. We're gonna love God's righteousness. Hoe ziet het eruit als iemand Gods rechtvaardigheid niet leuk vindt? Kijk in Handelingen. Laten we eerst beginnen in Matteüs 27. Are you guys still with me, guys? Matteüs 27. Het eerste punt is verliefd op Gods woord. Het tweede punt is verliefd op Gods gerechtigheid. Matteüs 27. We gaan lezen daar in vers 1. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudste van het volk het besluit Jezus te dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. Zie je? Deze prefect wilde perfect zijn. Toen Judas de hem had uitgeleverd, zag dat Jezus te dood veroordeeld was, kreeg hij brouw. Zie, wanneer je iets slechts gedaan hebt, komt altijd brouw. Voor iedereen. Voor iedereen. Maar wat voor brouw was dit? Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priester en oudste terug en zei, ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. En toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. Stel jezelf deze vraag. Stel je voor dat je Judas was. En je had het woord van God. Want wie is het woord van God eigenlijk? Jezus. Dus Judas had het woord van God. Hij had het bij hem, in hem, overal. En zelfs het woord van God was niet in staat om deze man terug te brengen naar de juiste liefde van God. Hoe kan dat? Je ziet, we hebben allemaal een optie als de Matrix. De blue en de red pill. En iedereen krijgt de keuze. Alsjeblieft. De goede pil en de slechte pil. Zelfs in beide gevallen zal het nooit in je keel geduwd worden. Jij moet het zelf oppakken. De goede en de slechte, allebei. En dus het woord van God was met Judas. Hij had beide pillen. En hij koos zelf om de slechte in te nemen. En dus zoiets hetzelfde is met de blauwe pil. Ik neem maar dat het goede is. Ik denk naar dat filmpje. Blauw is de goede, toch niet, guys? Oké, okay. Toch Eldrin? Blauw is de goede, toch? Maar Judas koos niet om de juiste pil in te nemen. Dus wanneer iemand dan wegvalt van Jezus, net zoals Judas, wat was de issue eigenlijk? Degene is niet verliefd
op het woord van God. Degene is niet verliefd op Gods gerechtigheid. En wat gebeurt er wanneer we niet verliefd zijn op Gods gerechtigheid? Dit is heel belangrijk. You guys still awake, guys? Kijk in Romeinen hoofdstuk 10. Wat gebeurt er wanneer we niet verliefd zijn op Gods gerechtigheid? Romeinen hoofdstuk 10. Iemand zei... Dit is weer een grapje van Kostas, guys. Niet mijn fout, oké? Why do lawyers wear... What do lawyers wear to court? Lawsuits. Kostas, heb je zelf de boek aan hem gegeven of zo? Ja, nee? Dank je. Amen, I love you too, sis. Thank you so much. Romeinen hoofdstuk 10, guys. Romeinen hoofdstuk 10, vers 3. Bijbel zegt heel simpel daarin, hè. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak. De Joden hadden Gods gerechtigheid aan de kant geduwd voor hun eigen gerechtigheid. En de wet vindt zijn doel in Christus. Zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zou worden verklaard. Nou, wanneer we het woord geloven in de Bijbel horen, moeten we niet denken van, oh ja, ik geloof in Jezus, ik ben nu rechtvaardig. Absoluut niet, dat is een leugen. De Bijbel zegt heel veel dingen over geloof. Als je gelooft, dan pas, als je gelooft en dan gaat gehoorzamen, dan pas geloof je. Gehoorzamen is wanneer je gelooft. Als je niet gehoorzaamt, dan geloof je helemaal niet. Dus je kunt zeggen, ik heb geloof en ik heb die leugen gevolgd van de Pinkstergemeentes. Van oké, kom aan de altaar en bid. En nu, ja, ik geloof, ik aanvaard Jezus in mijn hart als redder. Ja, en nu geloof ik het. Nu geloof ik niet, ik ben gered. Want, ben ik gered, ja, ik voel het. Ik voel de goosebumps, ik voel de kippenvel. Ja, nu ben ik gered, ja. Dat is een valse leer van Satan. De Bijbel zegt pas, echt geloof is wanneer een discipel in je leven komt. Echt geloof is wanneer de Bijbel voor jou wordt gelaten. Echt geloof is wanneer je tot een discipel wordt gemaakt. Echt geloof is wanneer je gedoopt wordt als discipel. Echt geloof is wanneer je dan erop uitgaat. Om discipelen te maken. Die zijn degenen die echt geloven. Maar misschien zeg je, je hebt je echt geloof mentaal. Weet je wat je bent? Je bent gewoon een fan. Van Jezus Christus. En hé... Fans zijn ook goed. Maar fans krijgen niks. Fans betalen alles. Alleen die spelers krijgen alles. Dus mijn vraag aan jou is vandaag. Ben je een fan of een speler? Ben je een fan of een speler? Waarom valt iemand weg? Waarom wil niemand Christus zijn in onze tijden van nieuw leven? Waarom ben je vandaag hier aan het twijfelen over deze preek? Waarom in je hart ben je aan een andere valse leer bedenken in je hart op dit moment? Waarom is je hart zo hard om nu te aanvaarden dat God eigenlijk voor jou dood is gegaan? Eén reden. De Bijbel zegt daarin. Vers 3. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden. Dat betekent dat we in onze eigen ogen denken we dat we hoe wij dingen doen, zal ons in de hemel brengen. Dus als iemand wegvalt, dan ziet hij niet wat hij gekregen heeft. Als jij vandaag niet de keuze maakt om een discipel van Jezus te worden, dan zie je nog steeds niet wat God aan jou wil geven. En dat wil ik vandaag laten zien aan jou. Kijk in 1 Korintiërs hoofdstuk 1. Wat geeft God ons? 1 Korintiërs hoofdstuk 1. De Bijbel zegt daar in vers 29. You guys still awake, guys? Oké, vers 29. De Bijbel zegt, zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Geen mens... kan zich tegenover God op iets beroemen. Dus je kunt alles in je leven bereiken. En dan kom je voor God te staan. En dan zegt God van. Ik zie geen bloed van Jezus op je. Dus wat doe je hier? Want pas
alleen de gerechtigheid van God door Jezus Christus is de enige manier dat iemand op iets kan beroemen wanneer hij voor God staat. Dus, het ziet er zo uit. Je komt en ik ben dood. Pss, misschien iedereen gaat dood op één manier. Ik weet niet hoe, maar iedereen gaat dood in mijn family. Is er iemand die daar twijfelt vandaag over zo dood gaan? Moeten we daarover praten of zo, dat de dood echt is? Oké, amen. Ja, bij God en God denkt van, en ik kom daar. Ja, God, ja, ik ben een goede mens, want ik heb al de armen geholpen. Wat leuk. Heb je geluisterd naar de arme man, die Jezus Christus, die doodging aan het kruis voor jou? Oh, nee. Oh, dat het een leugen was. Oh, je hebt geen armen geholpen dan. Oh God, kijk. Ik ben op straat gegaan en ik heb heel veel mensen gesproken over Jezus. En we hebben veel gebeden samen en die zijn gered. En God zei, wat leuk man. Ga je bijwonen, Matthäus 28. Ja, ergens, nou kijk. Zie je dat daar? Heb je dat gedaan? Nee. Oh, oké, aan de kant. God zegt, ja, God, ik heb niks fout gedaan in mijn leven. Ik heb gewoon een heel simpel leven geleid. Ik heb al de slechte dingen hebben niet meegedaan. Ik ben gewoon geboren. Ik heb naar school gegaan. Ik woonde in Nederland waar alles vredezaam is. Ik heb zelfs geen mug gedood. Ik ben vegan. Alle dieren heb ik met rust gelaten. God, mijn eetdieet. Ik kijk naar mijn lichaam. Ik sport heel goed. Ik heb mijn lichaam goed bewaard, zodat u dat kan zien. En God, nu ben ik bij u. En ja, nu kan ik binnenkomen, toch of niet? Volgende. Al deze dingen. Moslim. Oh, ik heb 5 keer gebeden. Ik ben naar Mekka gegaan. Al die plekken. Wat leuk. Mekka, waar is dat? Oh, ik ben atheïst. Ik geloofde niet in leugens. Ik geloofde in wat ik zag. Je gelooft alleen wat je ziet. Waarom ben je in de hemel dan? Waarom sta je hier? Als je alleen gelooft in wat je ziet, waarom wil je dan in de hemel komen? Als je niet in de hemel, waarom ben je in de kamer als je niet gelooft? Aan de kant. Dus heel veel eigen gerechtigheid in onze samenleving. En dus, maar het nadeel is, als we ons berusten op onze eigen gerechtigheid, is one issue. Je kan de gerechtigheid van Jezus niet krijgen. Kan niet. Maar de flipside is ook waar. Stel dat je dan de gerechtigheid van Jezus krijgt. En je zegt, ik laat het los. Ik wil niet meer de eigen gerechtigheid van Jezus hebben. Er is niets anders wat jou kan redden. Er is niks anders. En het is zo pijnlijk. Dus als je vandaag een discipel bent, I want to clap for you. Je hebt iets wat niemand anders heeft. En als je nog geen discipel van Jezus bent die gedoopt is, oh boy, I want to challenge you right now, man. And this challenge is for your own sake. You gotta get right with God quickly. Ik wil je uitdagen vandaag om deze zaal niet te verlaten totdat je een Bijbelstudie doet om te zien waar je bent in Gods woord. Amen, family. Ten slotte. We moeten verliefd zijn op Gods koninkrijk bouwen. Verliefd zijn op het bouwen van Gods koninkrijk. Nou, ik zie heel veel professionele mensen in deze zaal vandaag. Ik zie heel veel studenten vandaag. Mensen die de houden van wat ze doen. De eerste vraag die we in onze samenleving stellen aan mensen is, hey, hoe gaat het? Wat doe je voor werk? Hey, hoe gaat het? Waar ga je naar school? Hey, hoe gaat het? We hebben een hoog aanzien eigenlijk wat we doen. Onze carrières, onze naam. Je geeft iemand een kaartje en onder jouw naam staat MSc in Law. Onder je kaartje staat IT-experts.
Onder Gadget staat communications director. Onder Gadget staat, I organize everything perfectly. Onder Gadget staat, dance teacher. Onder Gadget staat, HR manager. Onder Gadget staat, musician and producer. Onder Gadget staat, ik kan doorgaan. Maar wie zet onder zijn kaartje? Kingdom builder. Weet je? Tim Owissen. Kingdom builder. Weet je? Bumke. And I'm running to build the kingdom. Weet je dan? Emmanuel. Kingdom builder. Om eerlijk te zijn, toen we dood gingen in de doop, man, ja, alles ging dood in de doop, guys. Wie je was dood. En heel vaak vergeten we wie we eigenlijk zijn. That we are builders of the kingdom of God. Dus de vraag is, do you love building? Want bouwen doet pijn. Auw, een hamer op je teen. Op je vingers. Oh man, een balk op mijn hoofd. Oh man, de steen is net gevallen op mijn rug. Oh man, ik ben net gevallen van een steiger. Bouwen doet pijn. Maar hou je van bouwen nog steeds? Misschien moeten we met Romke praten hier. Nou, deze Bijbel zit met Romke praten. Romke is de builder in the kingdom here. Bob is de builder here. Bob is building in love data centers. Ik vind het zo komisch. God bouwt de kerk en hij brengt gewoon een Bob. Bob, the kingdom builder. Matthäus 24. Let's bring it home, guys. You guys still alive, guys? Okay. Matthäus 24, guys. Laten we het even ten einde brengen vandaag. Ik heb een paar practicals voor jullie zometeen. Homework. Who likes homework? Yeah. Dit is geen preek van, hey, kom, yeah. Ik ga naar huis en niks doen. Dit is niet zo'n preek. Dit is the kingdom of God. Amen, family? We gotta be Bereans to go back home and go do something with what we've learned. Matthäus 24, de Bijbel zegt in vers 36. Laatste punt. Verliefd op Gods koninkrijk bouwen. Vers 36 zegt... Dit is zo convicting. Ik bereid je voor. Okay, guys. In de Engels Bijbel staat daarboven, in deze tekst staat... The day or hour unknown. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. En dit is het punt hier, vers 37. Zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Hé, wat was zijn dag van Noach? Waarom brengt Jezus dat Noach-punt weer naar voren hier? Want wat heeft Noach gebouwd? Een ark. Want zoals men in die dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten op de terrasjes van Amsterdam... Drinken alle biertjes, Belgische bier, Nederlandse bier, Duitse bier, alles drinken. Yeah. Bezig waren met trouwen en huishuwelijken en scheiden daarna, want dat zelfs trouwen. Ik weet niet waarom we het trouwen noemen in onze tijd. Trouwen. Het woord trouwen betekent dat je trouw wordt. Tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. En dit is zo angstaanjagend. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen een molen draaien, zal de ene worden weggenomen
aan de anderen achtergelaten. Wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. In de tijd van Noach was er maar één persoon die hield van bouwen. In zijn tijd was er maar één persoon en dat was Noach zelf. Alle andere mensen hielden van bouwen met hun eigen koninkrijken. Vandaag, mijn vraag is, waar staan de Noachs van de 21ste eeuw? Waar zijn de Noachs van de 21ste eeuw? Waar zijn de Noachs van de 21ste eeuw? Waar zijn de Noachs van de 21ste eeuw? Weet je wat Noach geweldig maakte? In 2 Petrus hoofdstuk 2, de reden waarom Jezus dit aanhaalt is voor ons. Want alles wat er gebeurde in het Oude Testament was voor ons. Zodat wij nu een les kunnen leren. 2 Petrus 2 in vers 4 zegt, iemand, God heeft zelfs engelen die gezondig hadden niet gespaard. Man, zelfs de engelen waren niet boven Gods gerechtigheid. Maar hen in de Tartarus, dat is de Griekse manier van hel zeggen, geworpen. Daar in de diepste duisternis blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard. Alleen Noach, hier komt hij, de rout van de gerechtigheid, liet hij met 7 anderen in leven, toen hij het watervloed over de wereld ook zondaars liet komen. Wat betekent rout? Dat betekent eigenlijk iemand die een boodschapper is. In Engels staat the preacher of righteousness. En dus vandaag de uitdaging voor ons is, we're going to be preachers of righteousness, in mijn family. Want de wereld heeft een eigen soort van gerechtigheid. Dat alles wat in de wereld gebeurt, wanneer we sociale gerechtigheid hebben, oh ja, zodra we met z'n allen eens zijn dat LGBTQ moet verteld worden op de basisscholen, dan is dat oké. Maar de Bijbel zegt dat dat niet oké is. Er zijn zoveel dingen in onze samenleving waar sociale gerechtigheid over is. Maar er is maar één gerechtigheid die boven gaat. Dat is Gods gerechtigheid in mijn familie. Maar vandaag, Noach heeft de ark gebouwd voor over 120 jaar. En hij heeft zoveel mensen in zijn tijd verloren zien gaan. Waarom zou iemand zoiets blijven bouwen? Waarom zou iemand zoiets blijven bouwen? Blijven bouwen voor zo lang? He just loves God. Hij was zo verliefd op God. Today I want to challenge us to the core of our bones. To love God like never, ever before. Let nothing ever steal your love for God. Let no one ever steal your love for God. And when people stop loving God, you reinforce your love for God. I challenge you, word verliefd op God en tot God alle glorie.